En scoort Arnautović. En Elia noteert 1-0 in de 34e minuut. Arnautović ontsnapt aan de aandacht van Zwaanswijk en dan is het wel raak. Elia. Oh, het is echt. Ja, het is echt sneu voor Jamma. Arnautović, oh, wat een uithaal. Wat doet hij dat makkelijk. Elia gaat, is sneller dan Tindalli. Is Tindalli kwijt, wordt vastgepakt. Strafschop voor Twente. Bij de tweede paal. Arnautović. Dit is nou zo'n Arnautović-actie. Is VR snel genoeg vanavond om Elia aan banden te leggen? Je zou haast denken van niet. Mij gaat goed. Ik denk dat het nog beter gaat dan toen vroeger. Maar als je nu weet, heb ik een kleine gekregen. En ik ben ook getrouwd, dus het gaat heel goed. Ja, ik was met een aantal clubs in gesprek. En ja. Bij Werder Bremen had ik het beste gevoel. En toen hebben we een gesprek gehad met Werder Bremen. En bij het eerste gesprek was het gelijk raak. Gewoon van, ja, het was een goed gevoel. We hadden dezelfde drijf. Qua ambities. En toen ging het heel snel. Binnen 6-7 dagen was ik aan Bremen en heb ik een contract ondertekend. Ik wou gewoon weer spelen. En het maakte mij niet uit waar ik zou gaan spelen. En zo snel mogelijk wou ik in ieder geval op het veld staan. Om aan te sluiten bij een selectie en te gaan spelen. En dat is ook gebeurd. Toen mijn broer me belde en hij zei van Ellie komt. Ging ik gelijk zijn zaakwaarnemer bellen en zeiden van... Ik belde hem en ik zei van, hallo, Marcus, je spreekt met Marco. Hij zegt, wie? Ik zeg, ja, Marco, Arnautović. Hij zegt, ja, hallo, van soort van, wat wil jij? Ik zei van, ik wil even de nummer alsjeblieft van Al Jarelia. Hij zegt, ja, oké, is goed, ik stuur die door. En toen ik hem belde, ik was echt te blij. Ellie was met mij bij Twente. We waren net als broertjes daar. En we gingen altijd samen dingen doen en dat gaan we tot nu. Dus wij zijn nu vaders. Maar toch komen wij in deze kinderachtige dingetjes terug in de kleedkamer. En daarvan houden wij. Maar ik ben er heel blij van dat Ellie hier is. Ik ken Marco. Marco weet precies wanneer als ik naar binnen kom of wanneer ik een bal wil. En... We hoeven alleen naar elkaar te kijken en we weten al gelijk hoe laat het is. Marco Arnautović is een zeer goede voetballer.
Und diese fußballerische Sache, dass er musste das umsetzen, sportlich und auf dem Platz. Und natürlich mit ihm, er war nicht sehr diszipliniert. Durch Disziplin ist er nicht weitergekommen. Aber er hat jetzt das eingesehen, dass er natürlich den Weg musste machen. Mit Disziplin kannst du nur was erreichen. Ja, er ist manchmal sehr eigensinnig, aber mittlerweile hat er sich so toll rausgemacht, dass er also einer von den sehr Aktiven ist. 2-3 Jahre, also konnte man fast vergessen. Aber neuerdings, seitdem er auch verheiratet ist und eine kleine Tochter hat, oder war das eine Tochter? Ja. Ja, da reißt er sich richtig zusammen und rennt 10-mal mehr als vorher. Muss ich dazu sagen. Und schnell ist er. Schnell ist er. Wenn, also hat er früher nie so gezeigt. Ich war altijd von unrustiger Junge auf ich weiß nicht was bei Twente. Und was ich auch noch bei Inter und soms auch noch bei Werder, Bremen. Maar toen die Kleine kwam, kwam iets in mijn hoofd. Ich heb nu, ich moet nu iets mijn Kleine geven. En geen domme dingen, omdat zij gaat ook met mij opgroeien, dus ik moet haar goede dingen gaan leren en dus dan moet ik ook rustiger worden. 2 jaar nu wat ik hier zit in Bremen heb ik denk ik verloren. Niet alleen ik denk die hele team, omdat Werder Bremen was altijd boven hier in Duitsland. En voor mij is Duitsland echt echt top liga. En daar ga je echt kijken van speeldag, van week te week ga je echt, daar kun je niet naar een club toe gaan en kun je zeggen, ja, daar gaan we eventjes winnen, 3-4-0. Dat is altijd een moeilijke wedstrijd. En ik heb het niet makkelijk gehad, maar dit seizoen gaat het goed. En ik hoop dat het niet alleen maar met mij goed gaat. Ik wil natuurlijk dat het met het hele team goed gaat. Ilja kenne ich damals auch von Hamburg, natürlich habe ich beobachtet, in Hamburg war er sehr gut, große Klasse. Er hat jetzt nachgelassen, natürlich, dass er in Italien so lange auf der Bank gesessen und so. Und natürlich, das ist sein Problem gewesen, aber sonst für mich ein exzellenter Fußballer. Das ist natürlich, hier muss er jetzt ganz anders arbeiten, anderes System, das ist bei Werder und so. Und da werde er natürlich, da muss er hinten arbeiten und so nicht nur offensiv zu spielen, aber defensive muss man auch arbeiten. Qua prestaties, eigen prestaties gaat het nog niet naar mij behoren. Ik kan veel beter. En, alleen ja, gewoon een beetje geluk hebben, assisten en doelpunten. Maar qua teamprestaties zijn we nog niet stabiel genoeg. Maar het gaat steeds beter en beter. En we hebben hier en daar hebben we uitschieters met mooie zegens. Was bei ihm natürlich nicht so toll ist, die Auswertung. Ne? Er hat zu viele Chancen, also wo manch einer Tore von gemacht hätte. Ne? Das fehlt ihm noch. Und wenn er das drauf hat, ne, dann wird's, dann kann auch mal ein anderer Verein an ihn Interesse bekunden. Das ist so. Ich muss gewoon gaan scoren. Als ich score, ja, dann ist er nichts an der Hand. Und dann hoor die Menschen auch nicht praten. Maar ich mache mal Acties und Daar zijn ze te spreken over, alleen ik moet een paar doelpunten maken. Het beste aan het ganzen is die snelheid. Nee? Also, wenn der den Ball hat, also der kann auch mal 2-3 Mann stehen lassen und so weiter. Nee? Und manchmal ist er ein bisschen zu überhastet. Nee? Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, das wird noch mal was. Und das hoffe ich auch für die ganze Werder-Mannschaft. Denn die sind tatsächlich alles junge Burschen. Nee? Man braucht sie ja nur zu beobachten, das macht richtig Spaß. Ja, ja.
we hebben nog steeds leuke acties in huis. En ja, alleen we moeten nog meer rendement eruit halen. Eventjes gaan scoren. Morgen heeft wel een goede rendement. Een paar assisten, 1 doelpunt. Alleen ik moet nog eventjes eraan komen. En dat is ganz große Klasse. Eljero Ilija brengt Werder Sekunden voor de pauze in Führung. Na klar, auch den macht er rein. Marko Arnautović, Superstar. Dreierpack für den Özil-Stürmer. Arnautović. Oh, wat een fantastische goal. Elia, knap gedaan. Heel knap gedaan zelfs. Als team hadden we toen een heel goed voetballend team. Woutje. Ja, Kenneth hadden we nog op het middenveld. We hadden een super team. En ja, het was toen fris, omdat Twente toen opkwam. En dat jaar daarna speelden ze misschien niet zo goed als ons, maar ze waren toen wel stabiel. En toen werden ze ook kampioen. Ojero kwam als een rustig jongen binnen en naarmate die ging spelen en ging presteren en werd vrijer, werd hij wat losser, ging niet meer praten. Dus ja, eigenlijk een normale ontwikkeling. En Marco was eigenlijk vanaf het begin al aanwezig in de A1 en met dat hij bij het eerste was, ik ben Marco en zoals Marco is en ja. Nou ja, Marco is Marco en op Marco kon je heel kwaad worden, maar ja, eigenlijk ook niet. Want dan keek je maar, dan moest je eigenlijk lachen. Ja, Marco laat zich niet leiden en zo'n type is het. En soms moet je ook spelen dat je boos bent als trainer zijn. En dan maakt hij weer een grapje of hij schiet weer een bal binnen. Je kunt er eigenlijk niet kwaad op worden. Nee. Yeah, I remember that they're both, good guys, first of all. And with Marco we have a little bit more connection because we speak almost the same language, similar language, and we were quite good friends when he was here, and still in these moments, from time to time we speak, and a couple of times he was here, but of course we don't have so much time to be together. And but I can say for both of them that they're really good in the position that they can play, technical, fast, and they can cause a lot of trouble to the other team defense, and they did it. And of course, after that, Marco make transfer to Inter, and then Elia go to Hamburg, and after that, Juventus. And now they're both in Bremen, and you can see that they're doing quite a good job in one team. I think I remember watching Elia before I came, very excited by how he played. Very quick, very strong, very direct. End product could be better, but I was excited to work with him. And Arnautović, I remember my first day, I came in and he came in with his agent and said he wants to leave the club. So I thought, wow. And I looked at him, I'd heard about him, looked at him, the size of him for 19. He was a boy in a man's body. He looked ready to play. I said, with that body, you are nowhere, you are leaving. And I'm glad we had that conversation and he never left, because he started slowly, but once he got into the team, I think the balance for me was the key thing, was that Elia was a wide player, a winger, who held the width, held the wide. And Arnautović was a little bit more freedom, more of an inside right player, I called it. And the combination worked very well with Kufo and eventually with Perez. So the front four, as always, if you have a good 9 and a 10 and good wingers, wide players, you have a very good team. And that year we had a very good team.
Echt. Heel veel acties. Heel veel plezier. In de kleedkamer heel veel gekkigheid. Dus een hele leuke periode. Ja, was een mix ook in de groep. Een paar oudere jongens. Nou, hun waren dus de jongere jongens. En het plezier was er heel erg ook omdat er een onbewust een onderlinge strijd was van wie maakt de meeste goals, wie de mooiste acties en dat soort dingen. Hey Marco, wat doe je? Met een paar. Ja! 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 Zo zie je, maar sowieso was er altijd een onderlinge strijd tegen elkaar. We willen altijd winnen. We wilden altijd winnen, dat is nog steeds het geval. En als je verloren had, dan was je de lul, zeg maar, in principe. En dan kreeg je dat een aantal keren te horen. Stam, Arnautovic ontsnapt aan de aandacht van Zwaanswijk. En dan is het wel raak. 22e minuut. Hij opent de score. Marco Arnautovic. El Giro Elia. Hard en laag en buiten bereik van Ten Rouwelaar. 3-0. We said from day one that their job was to score goals. Arnautovic could do that. I think Elia maybe before needed to score more. So we said we have to score and you have to assist. That's your job. And do your work in defense. And that was their job. And yeah, sometimes they were frustrating because the end product wasn't there. And I think, maybe sometimes they wanted to score too clever a goal, shoot too hard instead of doing the normal things and passing the ball into the net. I think. Yeah, they were growing, developing players that still had a lot to learn, even when they left here. But that year was very exciting because they were what I call raw. They were raw talents, and we just really just let them loose. I said, go and play, go and score, and go and assist. But to be fair to them, they did that. But also for the team, and that's I think what the team appreciated was that. They also did their work going the other way. So it was a perfect combination they both had. Ja, ik was zelf ook zo aan spelen. En, dus je had wel veel overeenkomsten en toch over dingen gepraat. Hoe je nou best een man kan opzoeken en hoe je iemand met snelle beweging uitspeelt. En hoe je een indraaiende voorzet het beste kan geven. En dat zijn wel dingen waar je veel met hem over hebt gehad. Ja. Er zijn altijd bepaalde bewegingen die bij een persoon passen. Kijk, iedereen die zit motorisch anders in elkaar en je kunt iemand wel een bepaalde beweging wel aanleren. Maar als hij daarvoor niet de natuurlijke aanleg heeft, dan wordt het vaak moeilijk. Het wordt toch, een beweging wordt toch gevraagd om het op het hoogste tempo en op het hoogste niveau uit te voeren. En daar kijk je ook naar bij een speler. Wat is natuurlijk voor een speler? Ik heb dan vaak dat je de bal binnenkant voet aanneemt en snel buitenkant voet wegdraait. En nou, Jero doet hem dan eigenlijk met een soort overstap, dat hij tik-tik doet. Dat is eigenlijk de beweging van iedereen. Maar het komt op hetzelfde neer dat hij leert om over zijn rechte schouder weg te draaien. De goocheldoos gaat open bij Elia. Elia, nog steeds. Daar is de eerste kans en het is meteen raak. Arnautovic scoort met dank aan Elia. Vaak zie je het hooguit één keer per wedstrijd terug en dan is het al veel. En je zit er vaak wel op te wachten. En, het is vaak iets van meerdere maanden, jaren misschien wel, voordat je
echt eigenlijk iets wat je echt traint voordat je dat echt goed terugziet. Volgens mij had hij die beweging laatst nog met Nederland zelf wel. En dan moet je van lachen, ja. Ja. Nee, dat is leuk om te zien. Twente blijft altijd in mijn hart. Ik heb daar de leukste tijd in mijn hele voetbalcarrière gehad. Ja, gewoon de presidie worden in de groep. De mensen, alles gewoon. De supporters waren super. Alles was gewoon leuk. Ik had elke keer als ik naar Twente reed of elke training. Ik heb nooit de training gehad dat je dacht van, moet ik weer trainen of moet ik weer dat of dat. Elke dag was wel een feestje. Ja, Ezro echt een goede vriend van mij. In die tijd heb zoveel dingen voor mij gedaan. Mij geholpen elke dag. Naar huis brengen, ook hier in de club. Elia. Wat hij hier doet is wel erg fraai. Heel erg fraai. Perez met 2-1. Toen ik kwam, ik was alleen. In die tijd ik was zonder bewijs. Ik was ook... ik kom uit Brazilië, ik kan niet zo goed praten met jongens. Ik was altijd ook uit de club, soms hij gewoon bij mij thuis, weet je, bij hem, presteert spelen. Alleen spelen, omdat communicatie was niet goed. Ook zo, soms naar de stad een beetje lopen. Zo. Ik was ook zonder auto, hij haalde mij elke dag, 's ochtends. En dan ook naar de trainer brengen mij naar huis. Ik was heel dankbaar voor hem. Wat hij alles voor mij gedaan. Die kleine momenten, weet je, toen ik alleen thuis, hij komt, bel mij gewoon. Ja, we gaan gewoon thuis precies te spelen, weet je. Ik was ook jong, ik mis zoveel Brazilië. Ja, die momenten was altijd speciaal voor mij. Als ik hem nu ook spreek, wat hij dan ook uitstraalt, is gewoon weer een beetje wat hij toen hier had. Relax, zelfvertrouwen is er. En het belangrijkste dat hij weer gewoon plezier heeft om te voetballen. Nu heeft hij dus zijn maatje Arnautovic heeft hij dus daar. En die twee konden sowieso al heel goed samen met elkaar opschieten. En dat doen ze nu ook. Dus het is voor hem wel lekker dat hij iemand daar heeft. Natuurlijk ook uit de tijd van Twente. Waar hij zich op aan kan trekken. Ja. Ik heb altijd gezegd, ik heb met Marco vaak erover gehad, dat ik mijn carrière graag bij Twente zou willen afsluiten. En als het niet als voetballer is, dan wil ik graag in de jeugd of zo met die jonge jongens gaan werken. Ja, ik word dan die co-trainer van Israël. Dus hij wordt trainer of ik word dan fysiotherapeut. Fysio, nee, ik weet niet. Ik hoop natuurlijk als ik aanbieding krijg van Twente op de laatste jaren van mij, dan zou ik zeker het nemen, maar ik kijk wat ik ga doen. We were almost similar in the head, but with the years he calmed down, settled down, and now he have wife and a baby, he's more relaxed. But of course, you're a young boy, he come from another country, come in Holland. He's typical Balkan, he has mentality, he doesn't want to broke it to be like a Dutch guy. And it's difficult for foreign players, especially young, to come here and to just be, okay, I'm like that, I'm Dutch, because our mentality is totally different. I think he was crazy, he wasn't a character, he was crazy. But I like them kind of players. As long as they can produce, as long as they can play, as long as they can do the job, we have to find ways to work together, and we did that. We're pretty similar. I have to be crazy to do this job, and he was crazy doing his job. So
We had a little, yeah, at times we had conflict. We weren't happy with each other and we'd fall out. We'd make up. But as long as he did his job on a Saturday, that was the main thing. As long as he realized that we were here to help him, to improve him, to get the move to Milan or Werder Bremen, which he has, then I think everything is acceptable. There are ups and downs in relationships. So he was hard work, but worth it for his play and for what he produced for the team. Very technical, he's explosive, he's fast and he has very good skills and everything is happening easy with him. Good shot with right and left and he has at front of the goal, he's smelling where the ball is coming and he knows where to be, where not to be, and he has a lot of good qualities. And of course, if he's calm in the head like he's right now, he can do a good job for a team. What is special in him that he knows, unlike most of the Balkan players, I'm the same, Tadic is the same because we're good friends and I know him. We have a lot of self-confidence and he knows that he's good, he knows that he's going to be a star one day, and he knows that he has quality, and this is very important. Maybe some games he plays shit and he cannot make three passes even, but he knows he's a good player, and then after next game he's going to show it. He have this self-confidence. And I know a lot of players that they're really, really good players with talent and everything, but they don't have this, and when they make one mistake, they're collapsed, they're broke, or fans scream 2-3 times, and then they start scaring and hiding behind players that don't play. So on top level, you cannot play season, you have 60 games. You cannot play every game on 100%, it's not possible. You have to try every game to perform as much as you can, but you cannot play always to be man of the match, it's not possible. Even Cristiano and Messi cannot do that. Some players can be outwardly arrogant, inwardly insecure. But I think Marco was inwardly arrogant and outwardly arrogant. They're young boys. We tend to forget they're only young boys. They're only 18, 19, 20. And when I think back to when I was that age, yeah, it's, you know, you have to understand. They're learning, they're growing, and we are like parents to them. And we love them, we want to help them, but also we have to be tough with them. It's a little bit of what I call tough love. Yeah, you can't just love them all the time. Sometimes you have to be tough with them. But eventually, you know, we love all our players here and we want them to do well. And that kind of tough love was what was needed with Marco. Oh, wat een fantastische goal! Die fans toen het met mij slecht ging, toen mijn opa is overleden. Hadden we gespeeld tegen Roda JC volgens mij. En toen ging de hele stadion met toejuichen en dat ik kop hoog en gewoon verder gaan. Ik heb geen afscheid van hem genomen, omdat ik had een beetje met de bovenkant van Twente had ik een beetje, ik kan niet zeggen ruzie, maar een beetje discussie. En dus ging ik geen afscheid nemen. Volgens mij moet ik gewoon weer terug afscheid nemen, maar het kan niet meer. We did, I think, with Marco, after half a year in Milan, wasn't getting a game, needed to play, and there was talk of him coming back for the second half to win us the title. It didn't work out, but it didn't matter in the end.
Ja, we hadden toen dat seizoen hadden we tegen Heerenveen ook gespeeld. Hadden we volgens mij 5-1 gewonnen of zo thuis. Uit hadden we ook van hun gewonnen. En wij dachten gewoon van ja, in de Kuip. Nog meer ambiance, nog meer mensen, nog meer publiek. Nog meer supporters, grote, nog meer camera, alles erop en eraan. We dachten gewoon, ja, het wordt gewoon onze feest. Wat een sfeer hier. Het is geweldig. Ik weet niet wat u daar thuis van meekrijgt, maar als het, is het maar 10% van wat wij hier meemaken, dan is het al een genoeg. Bijna 400 bussen. Iets meer uit Enschede dan uit Heerenveen. Maar de kaartje is gelijkelijk verdeeld. En als het stadion twee keer zo groot was geweest, was het ook volgekomen. Ja, I think we were the nearly team, you know, we were second, qualified for the Champions League, and we got to the cup final. And I think, you know, we would have been better, but we and Marco had a bad injury that year towards the end of the season, and that really affected us, really affected the team. Good job we secured second position early. But Marco at the end had to go 20 minutes in the cup final. And that was a big blow to us, a big blow. En Teke is niet best. Het lijkt erop dat Arnautovic niet verder kan. Ik raakte geblesseerd volgens mij in de 5e minuut al. Toen zat ik buiten. Ik ging alleen maar schreeuwen en weet ik wat. Ik kon het team niet helpen, maar we waren goed. We waren echt goed. Zo wordt het voor Twente wel heel snel een vervelend slagveld. Peter ging eruit door een schop van Sibon. Ja, slim gedaan, maar wel overtreding. En daardoor kwam Ronnie Stam erin, die eigenlijk geloof ik al een hele tijd niet had gespeeld en eigenlijk wel een goede finale speelde. Denneboom naar binnen, dit is geen buitenspel, goede kans voor Twente wordt dat en nee, Denneboom komt niet uit met zijn passen. Moet Kuvo dat niet zelf doen? Weer een hoekschop, weer Jansen, weer scherp. Vonk met het vuistje er wel tegenaan. Stam, hard. Oh! Weer wordt Heerenveen gered. Vonk geslagen, maar de paal red. Via een vrije trap van Jans is veel mogelijk op het hoofd van Denneboom. En die Vonk ligt in de weg, maar de bal is door die weg. Roorda haalt weg. Ja, die wedstrijd had je moeten winnen. Ik bedoel, het was zo duidelijk en het was ook ongelooflijk dat je zo'n wedstrijd eigenlijk niet won. Als je kijkt naar de kansen en eigenlijk de goals die je tegen krijgt. En zo'n wedstrijd, die had je niet hoeven en eigenlijk niet mogen verliezen. Vonk, wat doe je? Passeert daar Kuvo nog even. Weegreven beperkt zich tot de bal. Elia, zo! Zo doe je dat dus. Tot nu toe niet te zien. Maar dat maakt hij even goed, zeg. Ja, ik vind het wel heel erg jammer dat we de finale niet hadden gewonnen. We begonnen die wedstrijd heel zenuwachtig. En uiteindelijk kwamen we wel terug. En we creëerden ook heel veel kansen, alleen we maakten de kansen niet af. En ja, uiteindelijk door zo'n misselig doelpunt volgens mij van Kalou. Rolde die bal zo erin, zat er een doelpunt. Toen hadden we nog, de laatste minuut of zo, maakten we nog een doelpunt. Toen hadden we met penalty hadden we verloren. Maar ja, ik vond het ook jammer. Marco ging er toen ook geblesseerd uit, na 20 minuten of zo. Nee, die beelden blijven toch in je kop hangen. All along we would win the game, even go behind and equalize. We were strong, but it wasn't to be.
klasse gespielt. Und das ist ganz große Klasse. Marco, when he left to Inter, he was still young, and he go there. Of course, it was like me the same when I went to Liverpool. You know, you're a little bit, you go there a little bit more famous is coming, and then you start playing. But there are a lot of good strikers. Then you never satisfied, you know, and you became big star just for like 24 hours. Everybody knows you, and I think it was my opinion, you know, it was a little bit too early for him to make this step there, and he get there injured, and then after that he needed a lot of time to recover. So I think after that he went back to Bremen, and then he started, you know, it was on the bench and some problems with the coaches because, okay, his Balkan mentality, and understand him, his passion, his fire in his head, and he make a lot of I think wrong decisions, but he know what he's done. He's not a stupid boy. He's a smart boy, clever guy. And but you know, it's difficult to make a next step and immediately to start playing. And maybe Italy is not his competition. It's different. Also, like Elia, he go in Hamburg. He, you know, he will start playing. Then not. Then he went to Juventus a couple of games. But maybe also Italy is not his competition. I think finally they're gonna find maybe England. Maybe Premier League is their league. So, but we're gonna see. I say one more time, they're great players and great boys. And it doesn't matter which team, the coaches, if they have these players, it's gonna be very good for the team. Als je naar het buitenland gaat, dan komen heel veel andere dingen bij kijken. En daar had El Giro nog ik hadden daar totaal geen ervaring bij. Maar goed, we hebben allebei moeilijke periodes achter de rug. En El Giro is daar nu absoluut 100% zeker ook sterker uitgekomen. En daar gaat hij nu ook absoluut beter mee omgaan, dat weet ik 100% zeker. I think everybody leaves FC 20 too early. I really do. But you know, that's ambition and that's opportunity. And the player has to take that. The club also has to take that. But I felt, yeah, if I was saying if they, I remember saying they left. And I said, yeah, we would win the championship with them too. And then we get Stock and Ruiz and we win the championship. So what do I know? But I think they, yeah, they left too. But I think everybody leaves too early, FC 20. We talk about this time, Ola John and Luke de Jong. Yeah, I said, yeah, we keep them, we win the championship this year. But so I think all players leave too early. But they've gone on, they've had ups and downs, developed in their careers, and are learning the hard way, I think. That that year at FC 20 was successful, and they've had tough times since. Elia, völlig frei. I think they can achieve more, both, and especially Marco. I think he have more quality than he shows at the moment, and Eli also is a great player. And I think they have to. They are still not young, but not old. So I think they can make also another step. And but they need now. They play in Bremen. They have to play good and show that they are good enough for the next step, because I think that Bremen, of course, is a good club in Europe and with a great history and everything, but I think they can go one step higher. Ik denk dat ze eerst heel stabiel moeten worden bij Werder Bremen en zich daar weer moeten ontwikkelen. En dan zullen ze een stap voorwaarts kunnen zetten. Ik bedoel, ze zijn allebei nog hartstikke jong. En, ja, ze moeten in zichzelf blijven investeren. Ik denk dat het belangrijkste is. En ja, dan zie ik ze nog wel een sprong maken. Ja. Jetzt geht's ganz schnell, Arnautovic. Ze hebben allebei een moeilijke periode achter de rug. Maar ik denk ook dat ze vaak genoeg hebben laten zien dat ze heel veel kwaliteit hebben en gewoon voor elk elftal heel belangrijk kunnen zijn. Het heeft wat tijd nodig gehad.
Maar ik denk dat ze allebei nu op de weg naar boven zijn. Ja. Playing at Bremen together, it's good to see that. And I think, yeah, follow their careers. Players 27, 28, then it clicks in their head and then they go on. So I think they've had difficult times, they've had good times, they've had difficult times. If they learn, keep their feet on the ground, know the size of their shoes, as they say, and keep working, I think there is a lot more to come from both of them.